Hallo, welkom bij een nieuwe video. Antarctica is een fascinerende plek voor nieuwe ontdekkingen. In deze video zullen we praten over enkele huiveringwekkende ontdekkingen in Antarctica. Ben je nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je abonneert en op de meldingsbel drukt. En vergeet niet om de video leuk te vinden voordat we beginnen. 10. Neergestorte UFO. In de wereld van UFO-liefhebbers en internetpeilers werd een intrigerende ontdekking gedaan, terwijl ze de sneeuw van de Zuidpool doorzochten via Google Maps. De gedeelde afbeeldingen hebben nieuwsgierigheid en debat opgewekt over een vermeende neergestorte UFO. Valentin Degretev, een Russische UFO-liefhebber, bracht deze afbeelding naar voren en zorgde voor zowel opwinding als skepsis. De betreffende afbeelding toont een object dat te zien is op Google Maps wanneer deze wordt omgeschakeld naar de satellietweergave van de aarde. Volgens Degretev is het object een klassieke UFO met de iconische vorm die wordt geassocieerd met buitenaardse vaartuigen. En hij schatte de grootte ervan op ongeveer 62 meter in doorsnee. 9. Mount Erebus. In het hart van Antarctica ligt een buitenaardse plek waar tegenstellingen heersen. Mount Erebus is de zuidelijkste actieve vulkaan op aarde, met een geschiedenis die teruggaat tot 1,3 miljoen jaar geleden. Op zijn top, die zich op 3794 meter boven zeeniveau bevindt, verbergen de ijzige hellingen een warmtebron. Ondanks de omringende ijsvlaktes en gletsjers blaast de top stoom uit. In 1841 werd de vulkaan ontdekt tijdens een expeditie geleid door Sir James Clark Ross, die het noemde naar zijn schip, de HMS Erebus, zelf vernoemd naar de Griekse god van de duisternis. Erebus bleef onoverwonnen tot 1908, toen de Nimrod-expeditie van Sir Ernest Shackleton zijn top bereikte. Deze beklimming ging gepaard met sneeuwstormen, bevriezing en uitputting. De hedendaagse expedities zijn veel minder beangstigend, ze arriveren per helikopter. De teams bestaan uit wetenschappers en ontdekkingsreizigers en ze zijn op zoek naar leven in de hete bodems van de vulkaan, ondanks de omringende kou van Antarctica. 2 weken op deze bevroren vulkaan vereisen grondige voorbereiding, uitrustingscontroles, smelten van sneeuw voor hydratatie en omgaan met een vijandige omgeving waar fouten snel fataal kunnen worden. 8. Doos met negatieven. Bijna een eeuw nadat een groep ontdekkingsreizigers op reis ging om bevoorradingsdepots op te zetten voor de beroemde avonturier Sir Ernest Shackleton, struikelde conservator in Antarctica over een doos met 22 belichte, maar onontwikkelde fotografische negatieven. Deze vondst werd gedaan door de conservatoren van de Antarctic Heritage Trust van Nieuw-Zeeland tijdens hun toegewijde inspanningen om een verouderde verkenningshut te restaureren. Men gelooft dat deze 22 negatieven van cellulose nitraat zijn achtergelaten door Shackleton's Ross Sea Party, een groep die zich gestrand vond op Ross Island toen hun schip werd weggevaagd door de meedogenloze kracht van een sneeuwstorm. Niet verrassend verkeerden de negatieven in slechte staat toen ze werden ontdekt en hadden ze de aandacht van een fotografieconservator nodig. Met inspanning werden deze beelden ontwikkeld en hersteld om een lang vergeten geheim te onthullen. De identiteit van de fotograaf blijft een mysterie, hoewel de aangewezen fotograaf van de expeditie Arnold Patrick Spencer was, wat suggereert dat deze negatieven mogelijk zijn werk waren. 7. Oud marine DNA. Diep in de Scotiazee heeft een wetenschappelijke ontdekking geheimen onthuld die verborgen liggen onder de zeebodem. In een studie geleid door het Instituut voor Marine en Antarctische Studies heeft een team van internationale onderzoekers oud-marien DNA opgegraven, wat diepgaande inzichten biedt in voorbijgaande oceaan-ecosystemen en, cruciaal, een inkijkje geeft in hoe het marine leven kan reageren op de voortdurende uitdagingen van klimaatverandering. Deze miljoen jaar oude fragmenten van marien DNA werden gevonden in zeekleien, sommige tot wel 178 meter onder de zeebodem. De sedimenten fungeren als een tijdcapsule en bevatten sporen van leven in de oude oceanen. Om deze fragmenten te analyseren, gebruikten wetenschappers een geavanceerde techniek die bekend staat als sedatnaadanalyse. Deze methode stelt onderzoekers in staat om de bewoners van de oceanen uit het verleden te ontcijferen en het tijdstip van hun bestaan gedurende talloze ijstijdcycli. Onder de oude organismen die binnen deze sedimenten werden gedetecteerd, werden diatomeeën gevonden, een soort fytoplankton dat de basis vormt van veel marine voedselketens. Deze diatomeeën sedatna-fragmenten, die ongeveer 540.000 jaar teruggaan, onthulden een boeiend patroon. Ze gedijden consistent tijdens warme klimaatperioden. 6. Antarctische paddenstoelen. Kleine, onopvallende paddenstoelen, algemeen bekend als kleine bruine paddenstoelen, werden aangetroffen in de buurt van het Palmer Station op Amsler Island van het Amerikaanse Antarctische programma. Hoewel deze paddenstoelen er misschien alledaags uitzien, heeft hun ware aard zich onthuld via DNA-analyse. Ze vormden een uitdaging wat betreft identificatie vanwege hun morfologische overeenkomsten met andere schimmels. Om de mysteries te ontrafelen werden monsters naar de Universiteit van Minnesota, afdeling plantenziekten, gestuurd. Door DNA-extractie uit de steel van de paddenstoel identificeerden ze de soort met 100% zekerheid. Paddenstoelen zijn Galerina altemnalis, ook bekend als Galerina marginata.
Deze paddenstoelen staan bekend in gematigde gebieden om hun hoge giftigheid en de aanwezigheid van amatoxinen, die dodelijk kunnen zijn bij inname. De Antarctische regio herbergt ongeveer 20 soorten macrofungi paddenstoelen in dit gebied. Merkwaardig genoeg is Galerina marginata een houtverrottende schimmel met een brede verspreidingsrange, die gedijt op uiteenlopende substraat, hout tot mos en andere organische materialen. 5. Prehistorische microben. In een baanbrekende ontdekking hebben wetenschappers bewijs gevonden van levensvormen in een subglaciaal meer, begraven onder het ijs. Een team drong door in het subglaciale Lake Willens. 2 dagen continu daglicht stelde hen in staat om essentiële monsters te verkrijgen voordat het boorgat zichzelf afsloot. Deze wetenschappers zijn teruggekeerd van hun ijzige odyssee met een 4 dagen oogst aan meerwater, sediment van de meerbodem en een verbazingwekkende verzameling levende organismen. Wat het meest intrigerend is, is dat deze nieuwe levensvormen weinig verband lijken te hebben met het leven aan het oppervlak van de aarde. In plaats daarvan lijken ze te gedijen door rotsen te consumeren. 4. Aardbeiveerster. Deze mysterieuze onderwaterwereld herbergt een wezen dat lijkt te zijn weggeplukt uit een mythe. Dit zeemonster heeft 20 armen en een lichaam dat lijkt op een aardbei. Het verhaal van deze ontdekking ontvouwt zich over een periode van 10 jaar, van 2008 tot 2017, tijdens een reeks wetenschappelijke expedities. Hoewel deze wezens overeenkomsten vertonen met zeesterren en zeekomkommers, onderscheiden ze zich door een opmerkelijke grootte en beweging. Tijdens deze avonturen ontdekte het onderzoeksteam 8 verschillende soorten, waarvan de helft nog niet eerder door de wetenschap was gedocumenteerd. Deze bevindingen gaven geboorte aan de Antarctische aardbeiveerster. 3. Lake Vostok. Lake Vostok is het grootste ondergrondse meer ter wereld. Het bevindt zich op 4000 meter onder het Russische Vostok-weerstation in het hart van Oost-Antarctica. Dit subglaciale meer heeft een ongerept en onbedorven ecosysteem dat al naar schatting 15 miljoen jaar geïsoleerd is geweest onder het ijs. Recentelijke gezamenlijke wetenschappelijke inspanningen hebben zich gericht op Lake Vostok, waarbij er begonnen is met boren door de formidabele ijskap om zijn geheimen te onthullen. Wat we tot nu toe weten is intrigerend. Monsters die op deze diepte zijn verzameld vertellen ons dat het ijs hier meer dan 420.000 jaar oud is. In dit oude ijs hebben wetenschappers microben ontdekt, wat wijst op de mogelijkheid van prehistorisch leven dat gedijt binnen het ruwe en geïsoleerde ecosysteem van het meer. Maar de verbazingwekkende details eindigen daar niet. Lake Vostok herbergt geheimen die onze verbeelding te boven gaan. Het is boordevol zuurstof, wat speculaties heeft doen ontstaan over het bestaan van oude bacteriën uit de geïsoleerde microbiële genenpool, mogelijk ouder dan 500.000 jaar. 2. Antarctische dinosaurus. De Antarctische dinosaurus is een buitengewone reis terug in de tijd naar een land van ongeëvenaarde isolatie en barre omstandigheden. Hoewel het vandaag de dag een rijk van ijs en sneeuw is, was Antarctica 200 miljoen jaar geleden een wilderige en bloeiende leefomgeving. Thuisbasis van dinosaurussen. Deze tentoonstelling stelde enthousiastelingen in staat om in de wereld van deze oude reptielen te duiken, waarbij niet alleen de wezens zelf werden onthuld, maar ook de geheimen van het voortdurende evoluerende klimaat en de geografie van de aarde. De echte sterren van de show waren de fossielen zelf, tastbaar bewijs van de prehistorische glorie van Antarctica. Onder hen wachten imposante replica's van dinosoorten die uniek waren voor dit continent. De Cryolophosaurus, 's werelds meest complete vroege Jura-theropode, stond in al zijn glorie. En, alsof dat nog niet genoeg was, sierde een jonge sauropodomorf, nieuw ontdekt en nog nooit eerder in de wereld van de wetenschap gezien, de tentoonstelling. 1. Zeevarkens. De Antarctische zeevarkens, wetenschappelijk bekend als Protelpidia murrayi, is een fascinerend wezen van de diepte, bekend als een zeekomkommer die rondzwerft op de troebele bodem van de Rosszee. Protelpidia murrayi behoort tot de groep zeekomkommers die zich hebben aangepast aan leven in de diepste delen van 's werelds oceanen, de afgrond. Deze bijzondere soort maakt zijn thuis op het diepe continentale plat rond Antarctica. Het lijkt op een waterballon vol met ingewanden en voortplantingsorganen. Je kunt zelfs zijn opgerolde darmen zien door zijn doorzichtige huid. En als je je ogen samenkneep en je hoofd van de ene kant naar de andere kant kantelde, zul je begrijpen waarom het de bijnaam zeevarken heeft gekregen. Zeekomkommers, hoewel niet de meest charismatische wezens van de oceaan, spelen een cruciale rol in marine ecosystemen. Ze helpen bij het recyclen en afbreken van organisch materiaal op de zeebodem en dragen zo bij aan de kringloop van voedingsstoffen. Dit proces is fundamenteel voor de gezondheid van de oceanen. Welke van deze ontdekkingen vond je het meest angstaanjagend? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vindt, geef dan een duim omhoog. Als je meer video's wilt zien die we hebben gemaakt, klik dan op een van de schermen of bekijk het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.